Goedemiddag, zijn al een poosje wakker. Toe van, je vergeet de voeding helemaal in zijn tas te doen. Wat voeding? Jij was nog niet klaar. Hey. Deze man, joh, even serieus, man. Deze man doet alles stap voor stap. Stap voor stap doet hij alles. Echt irritant gewoon. Hij vergeet gewoon alles uiteindelijk. Ik ben gewoon weg. Maar goed, ik ga heel even vertellen wat we gaan doen vandaag. Want het is best wel spannend. Zo. Vandaag gaat het niet over het huis, maar gaat over onze kleine Zeet. Zeet wordt vandaag besneden. Ik vind het mega spannend. Echt niet normaal. Ik ga er ook niet in. Soepan gaat er wel in. Ik ben echt bang dat ik heel hard ga huilen of zo. En dat die dokter dan helemaal gaat denken, wat de fuck gebeurt er hier? Dus dat is niet de bedoeling. Ik ga hem nu even een zetpil geven, want er stond er een uur van tevoren een zetpil geven. En dan gaan we die kant op. Ik heb zo'n jurkje voor hem. Hij heeft zo'n jurkje aan. Ik ga stuk. Zo'n gilet aan inderdaad. Zodat hij straks gewoon makkelijk besneden kan. Oké, we gaan even snel de zetpil geven. Dan gaan we de deur uit. Guys, we zitten in de auto inmiddels. Ik moest even een pakketje afgeven. En Ria zit naast me. Kinderen kunnen gewoon in de winter zo'n ijs eten. Dat maakt hun echt niet uit. Maar we zitten dus in de auto. En als ik naar Zeet kijk, ik kan gewoon niet kijken. Ik moet er gewoon bijna van huilen. Ik voel me zo schuldig of zo als moeder zijnde. Ja, het is een heel gek gevoel bij mij. Ik weet niet. Ik denk niet dat misschien iedereen het heeft. Misschien wel. Of weet ik wel. Misschien ben ik weer gewoon apart in mijn hoofd. Ik word helemaal emotioneel als ik wel naar hem kijk. Omdat ik me vet schuldig voel. Want hij straks gewoon niet gaat weten wat hij mee gaat maken. Maar oké. Hij gaat ook niet meer herinneren later. Maar ik als moeder vergeet het niet. Dus... ja, we hebben eigenlijk niet eens besproken, maar we gingen er al vanuit dat ik niet er niet in zou gaan. Want ik had echt wel gewild dat ik een sterkere moeder was. Weet je, dat ik wat sterker was, gewoon in de zin van dat ik gewoon meer bij hem naar binnen durfde. En ja, dat ik gewoon meer dingen durfde dan wat ik nu doe. Ik durf het gewoon niet. Gewoon zo'n bange poepert, gewoon omdat ik dan bang ben dat ik heel hard ga huilen. Ik weet nog dat Ria een keer naar de huisarts moest. Ze was zo ziek dat ik al moest huilen. Ja, ik weet niet, ik ben gewoon heel gevoelig als het om mijn kinderen gaat. En voor de rest ben ik wel echt gewoon keisterk, hè. Maar als het om mijn kinderen gaat, ben ik zo'n mietje. Maar we gaan het trouwens doen bij Bento Clinics. Ik ben heel benieuwd hoe we dat gaan ervaren. Het is natuurlijk de eerste keer dat ik een jongen besnijd. En laat besnijden. Mijn zus had het wel gedaan bij mijn neef. En dat vond ze op zich heel goed gaan. Sommige mensen doen het zelfs binnen 40 dagen eigenlijk. Net bij de geboorte. Het schijnt nog zelfs nog beter te zijn. Ze zeiden al tegen me, je bent laat met besnijden. Toen dacht ik, oh mijn god. Nou, ik hou mijn hart vast. Ik kan me niet voorstellen als jongens bij hun latere leeftijd worden besneden. Weet je, als je 7 of 8 bent. Ja, ik hoorde van iemand dat die leeft. Van diegene 6 of zo. Ja, dat is echt heftig. Want je kan niet lopen. Want je kan niet kruipen en zo. Nou... oké, maar goed, ik hoop dat... ja, en hij heeft ook al last van zijn tandjes. Super vroeg, hè. Deze man is 3 maanden, maar hij heeft er nu al zo erg last van. Zo zielig, maar ja, hij slaapt dus de nacht gewoon vet slecht. Ik heb hem dus nu een zetpil gegeven, want ik moest hem nu van tevoren een zetpil geven. En ik krijg dus straks verdoving. Aan de onderkant, en dan wordt het... ja, ik heb hem toch een uur van tevoren gegeven? Ik heb hem precies op 30 gegeven. 10 minuten eerder, ja. Maar goed, dat dus. Oké, we gaan nu daarheen. Ik ben heel benieuwd. Wordt dus inderdaad met een lasertechniek gedaan of zo. Maar goed, we gaan het zien. Oh my god, heel spannend. Oké, let's go. Oké, Ria en ik zitten weer in de auto. Toevan is binnen, want ik dacht eerst ik ga binnen zitten. Maar wat er dus gebeurde. Er was een kindje van 1 al binnen. Maar die begon zo hard te huilen, want hij kreeg een neusprint. Ik was helemaal van, oh my god, dit vind ik echt eng. En vervolgens daarna... ja, dat kind bleef gewoon huilen. Op een gegeven moment werd ik gewoon helemaal licht in mijn hoofd. En van de spanning, ik zou steeds een flesje gaan vullen. En toen op een gegeven moment morste ik zo gewoon heet water helemaal over mijn benen heen. Zei die vrouw ook, volgens mij gaat het niet helemaal lekker. Mensen, jullie moeten echt niet denken dat ik overdrijf. Maar ik weet niet. Ik ben gewoon echt, nu ook in de auto zit, mijn hart zit gewoon echt in mijn reet. Ruya, niet spelen met alles. Kap nou eens even gek. Wat? Bijna. Ik word echt niet bang nu van je als je zo boos kijkt. Maar god, hé. Maar goed, ik hoop gewoon dat het snel voorbij gaat. Terug. Papa? Oh nee. Het is te stuk al bijna. Papa, wat is dit? Ging het? Nee, je hebt het opgenomen. Papa, wat is Piepje geven? Zijn Piepje is weg. Oh. Kom naar achteren. Ze zijn dus teruggekomen en Toevan heeft wel filmpjes laten zien. En Zeet heeft letterlijk...
niet eens één keer gehuild. Ik heb het dus echt zwaar. Ik had het echt zwaar onderschat. Ik dacht echt. Hij kwam ook en ik dacht echt dat ik keihard had gehuild. Maar nee, hij heeft gewoon niet gehuild. Ik vind het echt heel goed van hem. Ik ben echt trots op hem. En ook trots op mijn man dat hij dat durft. Dus dat mag ik even zijn die dapperheid diploma. Oh, we moeten dan een blaadje bij de huisarts gooien als je ooit tijd hebt. Oh ja. Zeet, Malik, Ai. Oh, ze zijn de bin vergeten, maar. Ja, ik zou ook doen. Hij heeft een dappersheid diploma gekregen. Nou, hij heeft echt onwijs. Dit is waar je moet aanhouden. Maar hij heeft echt onwijs goed heeft gedaan. Mama, nou, ik hoop dat het goed gaat. Good morning, guys. Het is vandaag alweer woensdag. En vandaag heeft toevallig een extra dagje vrijgenomen, omdat Zeet gisteren is besneden. Mijn huis is echt een troep trouwens, oh my god. Gisteren is hij extra thuisgebleven geprobeerd eigenlijk. Maar het is verbazendwekkend gewoon. Ik had echt gedacht dat het echt niet zo goed zou gaan. Maar het is zo goed gegaan. Alhamdulillah, ja, echt mashallah, echt mashallah. Ik zeg niks, ik wil het ook niet hardop zeggen. Maar het gaat echt heel goed met hem. Hij heeft niet gehuild eigenlijk, helemaal niet. Hè, Tof? We hebben wel echt om de 6 uur wel strak zetpil gegeven. Maar die kind heeft gewoon niet gehuild, ja? We gaan weg. Maar goed, we gaan dus nu weg. Want Ruya die wil vandaag bij haar oma slapen. Ze gaat vandaag bij haar oma slapen voor haar tante. Bij mijn zusje dus. Ze vinden het echt heel leuk met elkaar. Wat ik ook heel erg waardeer. Want mijn zusje, ja, die is dan met haar deel nog bezig. Gaat films kijken, pizza's eten. En ja, en ik had heel erg zin in de acaibol. Dus dat gaan we even halen. En ook gaan we... even naar Villa Arena. We gaan daar even in de keuken kijken. En dan gaan we zien wat we gaan doen. Dus dat is wel een beetje wat we gaan doen, ja. En ik heb eigenlijk heel erg zin in... hoe heet dat ding nou? Een calzone van Purmerend. Maar toch vind ik dat niet zo lekker. Dus ik denk dat het gaat worden. Maar goed, we gaan het zien. Mijn schoonmoeder had ook nog wat gemaakt. Dus misschien dat ik dat ga eten. Maar ik moet even kijken vanavond. Oké, ik zie jullie. Ik heb dus een oakberry gekocht. En ik heb hier zo zin in. Ik ben echt heel benieuwd. Ik eet wel eens acaibrood, maar van hun is het volgens mij voor het eerst. Ja, ja. Even eten. We zijn vandaag bij de Villa Arena. En we gaan hier maar eens even dingetjes kijken. Keukenplekjes. En je hebt er heel veel, dus ik ben benieuwd. Dus we gaan het even doen. Een keukenplek, het heet de Tulp. In de Villa Arena. Maar kijk, dan heb ik zeg maar deze bladen weer gekozen. Ik ben echt weer typisch, hè. Ik wijk gewoon niet af, jongens. Het is echt niet normaal. Dankjewel. We zitten weer in de auto. Mijn haar is zo vettig geworden. Ik snap het gewoon niet. Ik kom door die wind omdat ik mijn haar speel. Ik word gek. Goed. We zijn inmiddels klaar bij de keukenceel. Of bij de keukenceel. Wat zeg ik nou weer? Met keukens kijken. En we gaan nu richting mijn schoonmoeder even snel. Ik moet even wat gaan ophalen. En daarna gaan we richting huis. Wil jij slapen zoals jullie? Bij mijn moeder. Morgen moet ik van werk, dus dan ben ik lekker even alleen. Dus dan sta ik even rustig op met Zeet en dan kijk ik even wat ik ga doen. We gaan even eten. We weten natuurlijk nog niet wat we gaan eten, maar we moeten even kijken wat we gaan eten. Ik heb er overal zin in, maar ik heb het vooral heel koud en ik merk weer dat ik ziek word. Ik heb hier gewoon zo geen zin in. Ik snap het gewoon niet. Echt. Ik ben er volledig klaar mee met dat ziek zijn. Toen was het helemaal te komen niet meer weg. Oké, wij gaan nu naar huis rijden, jongens. En ik laat jullie weten wat we gaan doen. Ik had jullie vandaag gezegd waar ik eigenlijk zin in had, toch in de avond om te eten. Toevallig is nu aan het raden wat het kan zijn. Ik ben echt benieuwd. Je hebt 3 keer de kans. Je hebt al sushi gezegd. Nee, nee, maar dat telt niet dan, want je bent nu pas aan het filmen. Oké, wacht. Wacht Tino. En welke wereldkeuken? Zeg ik niet. Jawel, ik kan toch... Ik heb gewoon specifiek heel erg daar zin in. Echt. Zin in... Als je dit weet, dan ben je echt voor mij gemaakt. Heb je het vandaag in de vlog gezegd? Ja, in de ochtend. Waar heb je dat gezegd? Waar toen je ging filmen? Zeg ik niet. In de auto heb je het gezegd? Nee, thuis. Thuis. Ik heb echt heel erg zin daarin in de avond. Maar ik weet niet of Toevan dat wel gaat willen. Ik lust het niet toch? Ja, je bent er niet grote fan van. Je zegt, we moeten eten dan maar. Oh, jij wilt sowieso seafood, maar. Nee, ik dacht echt niet vis. Het was echt lelijk als ik vanaf hier vloog. Jongens, ik ga Facebook zetten. Even niet meer kijken naar mijn tanden. Ik heb zo lelijke tanden. Wat dan? Wat moet ik nadenken? Ik kan, ik ga je wel een beetje sneller rijden. Je gaat even op de snelweg. Oké, ja. Ik
zit even te denken. Wat ik niet zo lekker. Ja, je zegt jij wil Cappadocia. Toch? Je wil kalzo. Dat heb ik vanochtend. Dat zijn helemaal heel random, hè? Opeens. Jij wilt Cappadocia. Gewoon heel random zijn. Ja, maar ik weet het. Omdat je zegt, je kan niet veel kiezen daar. En jij hebt sowieso trekken. We hebben die discussie altijd met jou. Als ik bij Cappadocia, dat zei ik toch tegen jullie jongens. Als ik bij Cappadocia wil eten, heb ik altijd een discussie met Toevang. Altijd. Helaas wel. Ja, kijk wel wat die lijkt. Ik kan wel wat pizza's van. Nee, maar ik wil gewoon niet eten wat we samen over uit zijn. Ik wil niet alleen ja, pizza's dat... van. Nee, schat. Als je wat anders wil eten, vind ik het ook goed. Ja, wat is anders dan? Koempie. Nee, man. Schat, koempie vult niet uiteindelijk, man. Eerlijk. Ja. Je krijgt na een uur heb je weer honger. Dat moet je als lunch eten. We gaan gewoon kebab als je burger nemen. Heeft kebab als je misschien geen kals, omdat ik daar kals moet kopen? Pizza hier heeft. Ik heb die gegeten, ik vond die niet zo lekker. Ja, maar welke heb je gegeten daar? Gewoon. En Tramonto, je hebt Tramonto gegeten. Nee, mop, ik heb daar op zo'n ding gegeten. We discussiëren wat we gaan eten op gaan. Toch dus. Calzone gehad. Dit is oprecht de allerlekste calzone die ik heb gegeten. En ik lust normaal niet echt calzone. En dit hadden we dus bij mijn schoonmoeder gehaald. Dit is lachen als armas. Dus dat is gevuld met kool. Koolbladeren. Maar goed, ik ga dit eten. Ik heb hier zoveel zin in. Oké, bye. En toen heeft de pizza. Dit zijn pizza. Oké, we gaan eten. En zo. Probeer deze gewoon alsjeblieft uit. Ik heb deze saus erbij, dat heb je net. En het is echt zo'n lekkere combinatie niet te doen. Wij gaan nu een serie kijken en dan hang ik even op. En dan spreken we heel snel. Zondag jongens, het is zondag. Wij zitten in de auto. Ik ben gewoon back and back af. Jongens, ik zeg jullie één ding. Twee kinderen is gewoon een hele verhuizing. Ik zou niet weten hoe ik het met drie zou doen. Ik word gek. Ik vind het zo zwaar om gewoon hun ergens te zetten. We zijn gewoon moe, maar het probleem is, wat ik al eerder heb verteld, in deze auto past gewoon niks. Het is een best wel kleine auto. En daarom moesten we gewoon gaan proppen. En daarom duurt het zo lang voordat wij kunnen vertrekken. Maar goed, nu hebben we eindelijk gevonden hoe we er best in kunnen en hoe het makkelijk kan gaan. Dus, Ik hoop op die manier dat het wel sneller, ja, het werkt sneller in principe. Maar goed, we gaan nu weer naar een keukenplek. Wat een wonder, hè? In de Villa Arena dit keer. Vorige keer waren we al in de Villa Arena. Maar ja, ik weet niet. Ik vibe er niet helemaal. Maar goed, uiteindelijk ja, hebben ze toch wel heel veel gebeld. Om te vragen of we toch langs kunnen komen. En misschien een offerte kunnen maken. Dus we gaan het gewoon doen. Ik weet niet of ik het vorige keer verteld waarom ik dus niet ging viben. Maar goed, whatever. Nee. Ik weet even niet meer. Ik ben even in de war. Weet je dat? Dat je iets niet wil zeggen, maar te snel heb gezegd eigenlijk. Dat is nu mijn geval. Maar het gaat meer zeg maar om het feit dat... Het was niet... Ik weet niet. Het voelde gewoon even niet goed op dat moment. Maar misschien lag het ook wel aan mij. Ik kan ook. Maar goed, ze hebben dus nu een aantal keer gebeld of we toch weer langskomen. Dus we gaan daarheen. Even kijken wat ze te bieden hebben. En of we een keuken kunnen krijgen. Wat we graag naar wens willen. Ik vind een keuken bizar moeilijk. Maar ik vind alles heel moeilijk. Want ik twijfel en dan verander ik weer elk moment van elke gedachte. Maar goed, verder ja, gaan we nu rijden erheen. Dus ja, we hebben twee kids mee. Want daarna willen we naar Kids City in Utrecht. Om Ruya te laten spelen daar. Want Ruya heeft veel te veel energie. En ze moet gewoon even haar energie kwijt. Heb je nou het sleutelmop? Waar heb jij hem op? Oh mijn god, wacht even jongens. Wat zeggen we? Ik heb de auto. Oh ja, hier. Oké, jongens, wij gaan vertrekken. Helemaal de gelukkigste ever. Ze heeft haar step meegenomen. En die zit nu helemaal lekker te steppen. Kijk je wel uit, schatje? Kom eraan. Nou, Ruya. Wauw! Kijk wat je allemaal kan doen. Cool hoor, hé. Ga je voor mama eten maken? Ja. Doe maar dan. Wat ga je voor mij maken? Maar dat is toch geen eten? Wat zijn dat? Nee, dat zijn appeltjes. Appeltjes. Ja, en dan moet je even goed zoeken hoe je naar beneden komt. Even goed kijken. Draai. Draai maar, goed draaien. Gelukt.
Oké, wij gaan even zitten, mami. Geen maar lekker spelen, oké? Nee, ik moet daar zitten. Ik heb een afspraak. Oké, geen maar daarheen. We zijn hier, oké, Ruijs? Guys, we hebben onze keuken gekocht. Maar dit verhaal is heel anders gegaan dan wat het is geweest. Maar we hebben onze keuken bij Keukenseel gekocht in Villa Arena. Ik ga jullie even alles vertellen van het begin, want dit moet ik jullie echt even vertellen. Geluid hier, misschien als je het later thuis vertelt rustig. Nee, ik wil het gewoon nu vertellen. Ik ga het jullie vertellen, want dit vond ik gewoon best wel heftig. Oké. Oké, guys. Ik wil dit echt heel graag met jullie gaan delen. Wat er dus was gebeurd, hè. Wij zijn eigenlijk voor keukenkampioen gegaan in de Villa Arena. Want wij waren recent daarin geweest. Maar wat ik al zei, het voelde niet helemaal goed. Omdat ik weet niet, die werknemers waren een beetje... Ja, gewoon een beetje... Een soort van uit de hoofd of zo was het. Maar goed, het kon ook bij mij zo overkomen. Whatever. Dus we lieten het staan. En toen dacht ik, toen zei ik ook tegen van, ik wil er niet meer naartoe. Want ik dacht, laten we een afspraak maken. Maar goed, ik dacht... Ik wil er eigenlijk niet naartoe. Toen ben ik er uiteindelijk niet naartoe geweest voor een afspraak. Maar goed, die jongen die belde wel steeds. Hé, kom gewoon even langs. Want ze wisten ons budget. Wij hebben een budget gewoon gezegd van dit is ons budget. En dit willen we graag betalen voor de keuken die we graag willen. Toen zei ik al van, nou ja, we hebben al wel ergens al een offerte staan. Dus kijk maar gewoon of we eruit komen. Dat wist hij al, hè. Dus toen dacht ik bij mezelf... Oké, nou prima. Dus hij belde steeds. En toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon een kans geven. Want ik kijk uiteindelijk wat in mijn zak past. En dan, ja oké, het moet ook wel heel goed voelen met de persoon. Maar goed, iemand kan ook super lief zijn. Maar dan kan ik uiteindelijk tegen hem zeggen van, ja nee, sorry, maar ik vind je heel aardig. Maar als het niet past, dan past het niet in je budget. Dus we gingen naar Keukenkampioen in Villa Arena. Sorry, ik raad het gewoon echt niemand aan. Mijn ervaring was daar gewoon echt super slecht mee. Dus we gingen daarheen. Want hij zei steeds, ja kom maar, we gaan echt wel wat doen, we komen er wel uit, we komen onder die bedrag wat je wil. Hij wist al wat mijn wensen waren ook. Nou, eindstand is goed. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik geef ze gewoon een kans. We zijn gegaan, er kwam er een man en ze waren op zich wel heel aardig. En ik vroeg ook of ik een 3D-tekening mocht. Maar goed, die 3D-tekening zei hij van, ja, nee, ja, dat doen we maar niet nu meteen. Maar ik ben gewend op afspraak, maak ze gelijk een 3D-tekening. Jongens, blijf erop, want... Via een handtekening wat getekend wordt, zie ik het gewoon niet. Dit is trouwens keukenkampioen in Villa Arena. Het kan zijn dat een andere keukenkampioen wel goed is. Hè? Ik wil niet als aan één kant gaan scheren. Maar goed. Je ziet me ook niet heel goed. Hè? Maar goed. Dus toen zei ik tegen hem van... ga je geen 3D-tekening? Ik ga het eerst met de hand doen en dan gaan we verder kijken. Nou, is goed. Prima, we gingen naar een keuken toe. Hij zei, ik wil je even wat laten zien. Want ik had mijn kastje gekozen, mijn blad gekozen. En kijk, dit vind ik mooi, dit vind ik mooi, dit is wat ik wil. En het is zondag, want ik had vandaag tijd gemaakt. Wil ik eigenlijk vandaag met Ruya dus naar Kid City gaan. Maar goed, ik dacht, dan doe ik dat even tussendoor. Kijken wat hij me te bieden heeft. Want er was montage, gratis montage, 15% korting op de keuken, bla 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 bla. Nou liet hij onze keuken opeens zien, die achter staat ergens, wat totaal niet te maken heeft met de keuken wat ik wil. Want ik heb een keukeneiland van 2 meter misschien. En die keukeneiland was, pak een beet. 2,80 of zo. Nee, die hij liet zien was niet 2, was veel groter, ja, 2,80. Was denk ik echt wel dubbele, 4 meter was die keukeneiland of zo. Kastjes waren anders, hij had nog een wijnkoeler, bla bla bla. En al die dingen, heeft die prijs zien die 10.000 euro boven mijn budget was. Dat hij zegt, ja, als je deze keuken wil, dit is de prijs, dan gaan we wel die kant op. Die keuken is gewoon niet in verhouding met onze keuken. Het was gewoon niet in verhouding. Het was gewoon totaal geen verhouding. Het was letterlijk, je ging appels met peren vergelijken. Het was niet eens appels met appels en dan denk je, oké, wat is beter? Ik dacht echt... En hij werkt 10 jaar daar. Ik dacht, ik maak je een grapje met mij. Of ik dacht, ik ga maken een grap, hè. Ik leg hem nogmaals uit. De keukeneiland die ik wil, de helft. Kastjes zijn minder. Ik heb geen wijnkoeler. Nou, dit. Hoe kan dat? Dat kon waarschijnlijk zelfs misschien wat meer kosten. Omdat ik die andere plaat wilde. Want een andere soort... Het is 10.000 euro, ja. Het is geen marmer. Dus het zit maar in die plaat zit er ongeveer met 1000 euro steeds verschil. Dus oké. Okay. Ik denk, hij maakt gewoon een grap met mij. Ik heb mijn budget aan jou verteld. Ik heb alles verteld. En toen zei ik tegen hem, weet je... Het is goed zo. Even goede vrienden. Ik zeg, maar dit past niet in mijn budget. Nee, ja, nee.
nee, dan houdt het op. Maar toen dacht ik bij hem, maar hij zegt ook niet. Ja. Maar laten we dan naar een alternatief kijken. Hij noemt ook geen prijs, hij zegt niet. Hij zegt gewoon niets. Uit mijn hoofd gaat hetzelfde kosten als in hoek. Sorry. En ik was gewoon woest, want ik ben zo teleurgesteld. Want ik denk, jij weet wat ons budget is. Hoe kan je dit gewoon maken? Zit je met mij te dollen of zo? Toen vervolgens dacht ik, oké, sorry jongens, het duurt echt heel veel wat ik vertel, maar ik moet het gewoon eruit, oké. En ik ben al eerder bij een keukenstoel geweest, maar niet in de Villa Arena. En die had me ook dus inderdaad al wel heel goed geholpen. En ik zei tegen toe van, laten we even weer teruggaan naar Villa Arena, want ik wil de materiaal van Dekton. Dekton is gewoon echt heel goed kwaliteit materiaal. Het kost wel wat meer dan wat ik eerst had. Maar goed, ik zei, ik ga het gewoon overwegen, laten we gaan. Ik wil alleen kijken of ze die blad hebben. Maar goed, keukenstoel is dus een franchise. En mijn ervaring was gewoon heel goed dat ik goed was geholpen in Zaandam. Maar ik was dus in die Van Villa Arena en daar waren er drie mannen. Ze waren zo aardig. Ze waren echt heel aardig. En die kwamen en ik zei ook van ja, nou ja, het moet niet te gek zijn. Want ik wil niet een keuken van 40.000 euro. Ja, dat kan ik ook niet betalen, dat wil ik ook niet. 40.000 euro gaat me gewoon te ver. 30.000 euro is ook nog wat. Ik denk, jezus, waar hebben we het over? Toen ben ik dus naar keukenstoel Van Villa Arena gegaan. Echt. Wij zeggen altijd in het Turks, her is de waarde, dat betekent dus alles heeft een reden en alles heeft dus iets goeds. Dat ik een keukenkampioen ben gegaan en boos weg ben gelopen, heeft me wel het laten doen dat ik een keukenstoel in de Villa Arena heb gekocht. Ga alsjeblieft daarheen, praat met ze en geloof me, vooral de eigenaar er is, ook de medewerkers waren er ook, ze waren echt om stuk voor stuk heel aardig. Maar de eigenaar die was zo aardig en die heeft gewoon heel erg meegedaan en letterlijk, ik heb alles wat ik wil, heb ik in mijn keuken. Ik heb het gewoon. Ik heb alles wat ik in mijn keuken heb. Alles. Gewoon letterlijk alles. De blad die ik wil. De gouden tinten. Gouden kraan. Dan niet van koeken, maar wel zo'n koeken van een ander merk. Afzuiger in mijn kookplaat. Mijn oven. Ik heb alles voor zo'n mooie prijs. Ik kon niet geloven. Ik zweer, ik kon niet geloven. Ik dacht... Want die keuken die ik daar heb laten maken voor Dekton dan, hè, heeft mij overal 32.000 euro gekost. 30.000 euro. 36.000 euro. Eentje inderdaad. Eén keuken heeft mij 35.000 euro gezegd voor de keuken wat ik nu bij keukenstoel heb. Jongens, het gaat jullie bizar veel schelen. Geloof mij alsjeblieft, je hoeft niet naar Duitsland te gaan. Mijn ervaring was top bij keukenstoel in Amsterdam Arena, Villa Arena. Vijf franchises, dus ik kan niks over de rest zeggen. Natuurlijk niet, was maar samenwerking. I wish. Maar ik weet dat ik heel veel dingen krijg over keuken. Ga naar keukenstoel. Vertrouw mij. Geloof mij. Jongens, ik heb doorgetrokken zijkanten. Ik zeg toch, ik heb alles. Alles wat mijn wens was hem. Ik ben gewoon zo blij. Oprecht, hij heeft mij helemaal weer blij gemaakt. Heel erg bedankt. Als je het wel ziet, als je het niet ziet, je zal het waarschijnlijk toch niet zien, want ze kijken geen vlogs. Maar dankjewel, mij, dat is weer helemaal goed. Goed, dat wilde ik even kwijt. Ik hou nog even een surprise op mijn keuken is, want het is gewoon ja, wel iets anders dan wat ik had gezegd. Eerst, whatever. Ik ben gewoon heel enthousiast. Ik gun iedereen die bezig is met de keuken is heel duur. Ga alsjeblieft, luister gewoon naar mij. Alsjeblieft, ga er gewoon heen en praat en gaat je echt besparen. Dus, dat was dat. Klaar, ik heb mijn gal eruit gespuugd. Ik heb 8 minuten lang lopen praten, sorry, maar luister hem wel. Ik hoop dat het wat heeft gedaan voor jullie. Ik heb 8 minuten gepraat. Ja. Wij gaan nu naar Kids City in Utrecht. Ik ben heel benieuwd, want normaal kost een balorig maar 3 euro of zo ingang. Deze is 17 euro per persoon. Dus ik hoop dat het waard is. We gaan erheen en ik zal jullie zo meenemen. Ik moet wel opletten dat ik niet iedereen meefilm. Ik laat jullie straks alles zien.